6 keer winst voor Eindhoven op rij, 9 keer ongeslagen. Dan begin je wel als favoriet natuurlijk tegen Helmond. Hoewel Helmond van de week gevaarlijk was. En zelfs won van Emmen, dat was de grote verrassing. Nu dus in dit Brabantse onderrondje, maar noem het gerust een derby. Hier Havekotte de lucht in en komt daar dan weer in aanraking met een tegenstander. Het geeft wel aan dat deze wedstrijd op scherp van de snede is. Kwartier gespeeld, 3000 toeschouwers. Veel, en die zien Eindhoven scoren via Charles Andreas Bryan. Vijfde doelpunt voor hem, hij is belangrijk voor het elftal van Penders. Havekot krijgt geen vat op de inzet van Jort van der Zanden. Kijk, die draait hier wel goed weg. Van der Zanden is natuurlijk ook een gevaarlijke spits, maar die Bryan is er dan als de kippen bij. Ja, Helmond Sport moet dan een antwoord geven. De verdediger hiermee naar voren is Robin van der Meer. Maar het is niet genoeg. Zeker niet genoeg om Bertrams in goede vorm verkeerend te kunnen kloppen. Maar Helmond Sport heeft wel wat nieuw elan gekregen. Met het vertrek van Boes en de komst van Swinne. Dat was natuurlijk eerst al de overwinning. De twee doelpunten van Landschoot. Misschien wel de belangrijkste man nu in het elftal van Helmond Sport. Topscorer van het elftal met 11 doelpunten. Eindhoven speelt het verzorgde voetbal. Eindhoven komt er ook het dichtste bij. En is het gevaarlijkste keersmaker. Belgische middenvelder schiet hier over de goal. Het gaat wat over en weer. We willen natuurlijk niet van elkaar verliezen. Groot verschil. Helmond Sport is nog altijd hekkensluiter en krijgt hier niet de tweede te verwerken. Ja, Brie moet hier wellicht toch meer uithalen uit deze 1-op-1. De speler die vorig jaar voor Mouscroen uitkwam. Maar overgenomen is van het Franse Lille. Nou, Helmond Sport laat dan toch ook wel zien dat het weer vertrouwen heeft geput uit dat moment van de week. Die inhaalwedstrijd. Deze inzet gaat nog over de goal heen. Maar Helmond Sport meldt zich en dat zal de toeschouwers op de braak in elk geval veel plezier doen. En Eindhoven loopt niet weg. Laatste 3 keer overigens won Helmond Sport. 4 keer op rij wonnen ze nog nooit van Eindhoven. En dat lijkt nu de geschiedenis zich weer te herhalen. Hoewel, er wordt natuurlijk wel aangezet. Er worden kansen gecreëerd. Dit was Jarno Lyon. Hier Havekotte. Lange bal naar voren. 20 minuten voor tijd. Maar Eindhoven komt niet echt in gevaar. Maar dan moet je natuurlijk niet zo in de verdediging omgaan met het balbezit. Kijk, want zo tussen de linies door weent af en toe Helmond Sport elkaar prima te vinden. Dit schot is van afstand van een invaller Arno van Keilegom gekomen voor Beekman. Het geeft wel een signaal af dat Helmond Sport wat gevaarlijker wordt in het duel. Eindhoven wat meer met de rug tegen de muur in deze fase. Hier is van Keilegom weer. Dan moet die bal een keer voor de goal komen natuurlijk. En dan komt hij richting de eerste paal. Goed opgelet door Nigel Bertrams. Echt een vuist maken kan Eindhoven niet. Zeker Slegers niet bereiken. Dat is toch de belangrijkste man. Oh, wat doet Pijnenburg hier? Denkt dat Bertrams een stuk dichterbij is. En dat moet je niet doen als Jellert van Landschoot in de buurt is. Nummer 12 van het seizoen. Al eerder genoemd als tweevoudig doelpuntenmaker tegen Emmen. Daar weten ze in het noorden van het land nog altijd wie hij is. En dat weten ze natuurlijk in het eigen stadion ook. En Eindhoven had dit van tevoren misschien ook moeten weten. Pijnenburg zou het liefst in een gat in de grond springen. Kan niet. Er wordt hier gespeeld op kunstgras. Dat graaft moeilijk. We gaan richting het einde van de wedstrijd. Zegers. En het doelpunt is van Thijs Slegers. En daar is het publiek het niet helemaal mee eens. Is er ook niet zo blij mee. Maar kijk, hier gaat hij de lucht in. Het is een man waar Eindhoven altijd op kan rekenen. Tot het bittere eind. En dat bittere eind is nu gekomen, want het is afgelopen. Penders kan de hand gaan schudden van Swinne. Hij wint met Eindhoven. Met 2-1 van Helmond.